Beste Karel, namens de faculteit Geesteswetenschappen wil ik je heel erg bedanken voor alles wat je voor de universiteit en voor de Geesteswetenschappen hebt gedaan. Ik wens je een hele goede toekomst. Beste Karel, namens alle alumni Geesteswetenschappen, bedankt. Toch bijzonder, nietwaar? De rector en een van de aardigste mensen aan de universiteit Leiden die ik ken. Bedankt, Karel. Beste Karel, voor mij was jij een rector zoals een rector hoort te zijn. Belangstellend, open, betrokken, zichtbaar en je luisterde heel goed. Ik wil je daarvoor hartelijk bedanken en ik wens je ook een hele mooie tijd. Beste Karel, wij hopen dat je met plezier terugkijkt op het rectoraat. Dag Karel, dankzij jou is er ook een universiteit Leiden in Rabat in Marokko. Ik hoop dat je ons daar spoedig weer komt opzoeken. Heel veel dank en alle goeds. This is an honor to have received the Sustainability Award from you and we wish you the very best for the future. We spreken als historici nu al van het einde van een tijdperk. Beste Karel, geniet van je emeritaat. Ha Karel, bedankt voor alles. Je was een super toegankelijke rector en we gaan je missen. Beste Karel, er zijn heel veel redenen waarom je een fantastische rector was. Maar het beeld dat mij altijd bijstaat, niemand kan zo overtuigd en vol overgave meerijden in de paardenkoets tijdens het Leidens ontzet. En dat gaan we missen. Dag Karel, bedankt voor de samenwerking over de jaren. Auf Wiedersehen. Beste Karel, dankjewel voor de toegankelijkheid, de wijze raad en adviezen die je mij hebt gegeven de afgelopen jaren. Ik wens je heel veel plezier voor de toekomst. En je blijft toch wel twitteren, hè? Dag. Ha Karel, je was een geweldige verbindende rector. Het ga je goed en blijf gezond. Veel dank voor het Luf Lef Fonds, zodat alle talenten tot volle bloei kunnen komen. Karel, dank voor alles wat je voor de geesteswetenschap hebt gedaan. Daar gaat onze Karel. De academie verliest haar parel. Beste Karel, heel hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan voor de humanities. Beste Karel, vanuit het arsenaal waar ik vandaag eventjes mag zijn, wil ik je van harte bedanken voor al je steun aan de geesteswetenschappen, die juist in deze tijd belangrijker zijn dan ooit. En natuurlijk ook voor je hulp bij de totstandkoming van de Bilderdijkkamer in het academiegebouw, die er zonder jou nooit zou zijn gekomen. Beste Karel, je was rector en voorzitter van onze universiteit in de afgelopen 8 jaar. Je hebt je enorm ingezet voor de universiteit, maar ook nadrukkelijk heel veel betekend voor de geesteswetenschappen. Nu ben je zelf een rechtswetenschapper, maar met al die reizen door al die verschillende landen moet je het nodig hebben meegekregen van talen en culturen. Maar ik weet ook dat je van literatuur houdt en ze ook zelf musiceert. Kortom, je hebt heel veel wortels in de geesteswetenschappen en de faculteit in de afgelopen jaren steeds gesteund. We hebben daarom gezocht naar een passende herinnering, ook van onze faculteit. En dat is geworden een vrij uniek tableau waarin jouw naam in meer dan 50 verschillende schriften is neergezet. Dat varieert dus van Hebreeuws, Arabisch, Latijn, Oud-Hollandse geschriften. Met andere woorden, een klein stukje van de rijkdom van de geesteswetenschappen in Leiden. En er zitten trouwens ook historische geschriften in, zodat je ook de historische component van de geesteswetenschappen erin vertegenwoordigd is. Ik hoop dat het een mooi plekje bij je thuis kan vinden. Vanzelfsprekend wensen we je een hele goede toekomst toe. En we hopen je nog vaak tegen te komen in je geliefde Leiden. Hartelijk dank en het ga je goed. Ga je goed. Het ga je goed. Het gaat je goed. Het ga je goed. Dag.